Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vandaag diploma's uitgereikt aan de cursussen surnumerair en voorgezette algemene ambtenarenopleiding via O. De cursisten hebben tijdens de opleiding tools aangereikt gekregen om het werk volgens bepaalde standaarden en waar nodig zelf beter uit te voeren. Minister Maik Noor Salim van Binnenlandse Zaken zegt dat met de afronding van de opleidingen de geslaagden hun werk effectiever en efficiënter zullen kunnen uitvoeren. Volgens de bewindsman zijn de opleidingen belangrijk voor de moderne maatschappelijke ontwikkeling en voor het creëren van een goed functionerende overheid. Belangrijke aspecten hierbij zijn de rationalisatie en hervorming van het ambtenarenapparaat. Noor Salim vindt het dus noodzakelijk dat ambtenaren worden opgeleid en begeleid, zodat zij hun werk naar behoren kunnen doen. Door op maat gesneden opleidingen wordt er een evenwicht in vraag en aanbod gebracht, gewaarborgd en de juiste tools aangereikt, waardoor er een efficiënte, hervormde en rationele overheidsdienst wordt gecreëerd met een hoge productiviteit enerzijds en goed gemotiveerde ambtenaren anderzijds. Enkele van u staan aan het begin van de opleidingsladder en hebben nog een paar jaar te gaan. Sommigen daarvan, de eindstreep, die hebben de eindstreep behaald. Na de afronding van de voorgezet algemene ambtenarenopleiding 2. En op welk niveau u de opleiding ook hebt afgerond. De verwachting is dat u binnen uw functie competent en klantgericht taken kan uitvoeren en u voortdurend zal streven deze met grootst mogelijke kwaliteit uit te voeren. Het rendement voor de opleidingen is dit jaar 74%, geeft de minister trots aan. Voor de opleiding surnumerair hebben 141 cursisten zich ingeschreven. Daarvan zijn 92 geslaagd, zegt de bewindsman. De surnumerair, daar hadden we 148 cursisten. 100 hebben de eindstreep behaald, dat is zo'n 68%. En voor de voorgezette algemene ambtenarenopleiding, daar hadden 100 cursisten zich ingeschreven. 94 hebben het gehaald. Dat is 94. Dus totaal hebben wij 389 cursisten. 286 hebben het gehaald. Nou, dat is plus minus 74%. Een heel hoog percentage. Als we kijken naar de geslaagden van de opleiding bevolkingsadministratie, de basis, 32 cursisten, 19 hebben het gehaald, dat is 59%. Ook een applaus voor de bevolkingsadministratie 1, 68 cursisten, 54 hebben het gehaald. Dat is 79%. Totaal 100 cursisten, 73 hebben het gehaald. We zitten op 73%. Geweldig. Aldus Maik Noor Salim van Binnenlandse Zaken. Het ministerie hield vandaag in de congreshaal de diploma-uitreiking van de cursussen surnumerair en voortgezette algemene ambtenarenopleiding VAAO.